Ja, ik ontkom er niet aan natuurlijk. Even over Dreetje en de Jinek. Ja, ik weet niet, hebben jullie gekeken? Ja, ik bedoel, ja, wat moet je daar nou mee? Dan komt Dreetje ons vertellen dat het gezin, hij vindt het gezin een beetje sneu. De Hazes gezinnetje is sneu. Nou, niet een beetje hoor, die zijn gewoon sneu. En hij vindt het ook allemaal een beetje verdrietig, onze Dree. Ja, en die begon daar, ja, die probeert natuurlijk een beetje sympathie op te wekken. En wat ik allemaal las online, denk ik, oh, dat lukt hem ook nog. Maar ja, in die tussentijd is hij wel al zijn ellende aan het uitventen en aan het verzilveren. Want hij krijgt er tonnen en tonnen voor betaald, hè, vrienden. Ja, want dit was natuurlijk ook weer gewoon één grote promotie. Ja, voor Hollandse Hazes en voor Videoland en voor weet ik veel allemaal meer. En zo zit dat dan in elkaar. Ja, maar goed, wij weten natuurlijk al heel lang dat die familie Hazes sneu is. Dus hey, we hebben hier niks nieuws gehoord. Nee, helemaal niet. Maar dan hebben we aan de andere kant, in dat hele verhaal, hebben we de Jinek, beste vrienden. Ja, want daar eigenlijk stoor ik me daar nog meer aan. Want de Jinek, vergeet het niet, de Jinek, dat was het nieuwe journalistieke gezicht van Nederland. Dat was de nieuwe Pauw, Jeroen Pauw, ja, dat was zij. Nou, en oh god, nou, daar hadden we grote verwachtingen van. En die ging naar RTL en die komt op RTL. En die verkoopt daar bij de commerciële, maar dat is niet altijd nodig, maar dat heeft zij wel gedaan. Ziel en zaligheid verkocht, vrienden. Volkomen klaar. Het enige wat zij nog daar loopt te doen, dat is alleen nog maar promo's maken voor RTL en promo's maken voor Videoland. Nou, en voor de rest alleen maar zogenaamd scorende itempjes. En mensen, die komt het heel erg de strot uit. Ja, want kijk maar naar die kijkcijfers. Veel minder bijvoorbeeld dan Vandaag in Insight. Terwijl zij op een zender zit waar meer mensen naar kijken in principe. En daar verliezen het nog van Vandaag in Insight. Zelfs met een gast als Dreetje. Ja. En gaat ze daar dus met die Dreetje een heel ingestudeerd verhaaltje houden. Het is allemaal afgesproken, die vraagjes en dit en dat. Want er werd nooit doorgevraagd. Want op het moment dat hij bijvoorbeeld dan zegt, Dree, ik heb helemaal geen contact meer met Ras, met mijn moeder. Dan moet de Jinek, als je dan toch flauwekul doet, hè. Want dat doet ze nu. Stel dan ook de flauwekul vragen die iedereen wil horen. Ja, de Jinek, doe dat dan. Ja, dus, maar zelfs in die flauwekul faalt ze nog. Want als hij dan zegt, ja, ik ben niet meer bij mijn moeder, of ik heb geen contact meer met mijn moeder, dan moet zij onmiddellijk komen en zeggen, oh, dan heeft die Kolderweijer toch gelijk. Want daar gaat die rechtszaak toch over. Ja, want die Kolderweijer beweert dat jullie geen contact meer hebben. Oh, dat klopt dus dan. Ja, niks daarover. Helemaal niks. Maar ook niet over dat testament en over of hij wel erfgenaam is, ja of nee, van de oude Dree. Nee, allemaal niks daarover. Helemaal, ja, want hij zegt dan van ja, ik heb daar in principe niks mee te maken. Natuurlijk heeft hij daar van alles mee te maken. En daar zou de Jinek dan bovenop moeten zitten. En ja, ook niet, allemaal niet aan de orde geweest, dat hij zijn muziekproducer Bram Koning heeft laten zitten. Ook geen enkele opmerking over. En ook niet, en daar zaten ook een heleboel mensen op te wachten, is hij nog bij Moontje, ja of nee? Nou, allemaal niet van de Jinek, nee. En de Jinek, nou, die is zo zwaar gezonken en zo zwaar gezakt, die kunnen ze met een onderzeeër niet meer terugvinden.